Ga vandaag een sculpinstreamer binden, oftewel een imitatie van een grondel. Nou, deze leven op de bodem van het water, oftewel een rivier of meren. Nou, daarom gaan we gebruik maken van een sculpinhelmet. Dat is een verzwaard kopje. Zorg ervoor dat hij mooi op de bodem blijft. We beginnen met een haak. In dit geval ga ik een haak gebruiken met een gebogen haak oog. Zoals je ziet, hier nu staat het oog altijd omhoog. Dat zorgt er heel mooi voor dat die streamer ligt op de bodem. En bij elke strip zal die ietsje omhoog komen, zal die een beetje gaan huppen. En dat is wat we willen. We beginnen met het opzetten van draad. Even een stukje terug. Dan gaan we nu de zonker inbinden. Ik gebruik hiervoor een rabbitzonker. En dan wel een 4 mm. Je kan hier heel erg mee variëren. Van 3 tot en met 5. Alleen qua haakmaat is het wel handig om een beetje de breedte van je zonker ook daarop aan te passen. Ik gebruik vandaag een wat kleinere haak. Dus in dat geval ook een wat smallere zonker. Dan gaan we eventjes de maat nemen. Wat ik meestal aanhoud is ongeveer 2 keer de haak stil. Iets minder dan 2 keer de haak stil voor het staartje. Nou, zoals ik zei, is deze haak zal met de punt naar boven toe komen in het water. Door de helmet. Nou, dan willen we dus ook dat we de zonker andersom inbinden. Nou, dus we gaan met het vachtje naar onder toe binden. Nou, heel makkelijk om dit in te binden. Even de lengte bepalen. En dan haal je gewoon even wat haren weg. Nou, even. Slagen met je binddraad. Even losjes. Kunnen we hem zo meteen nog positioneren. Knippen we hem af. Je mag best wel een stukje laten zitten. Dat gaan we zo meteen mooi inbinden. Trek even de haartjes die in de weg zitten weg. Je ziet dat ik best wel een lang stuk van de zonker laat zitten en ga inbinden. Nou, dat komt omdat dit een patroontje is wat zeg maar, op de bodem gevist wordt en best een lange staart heeft. Dus hij zal van achter gepakt worden. Dan zal je veel staartbijters krijgen. En we moeten wel zorgen dat hij een beetje goed blijft vastzitten. Daarom doe ik hem over een wat langere lengte van de haakstil vastbinden. Goed weer naar achter binden. Pakken we nu even een beetje zeppengap. En dan lijmen we het staartje even goed in. Dat zal ervoor zorgen dat de streamer extra duurzaam wordt. En ook dat het zonkerstaartje niet zal gaan draaien. Je kan hier verschillende soorten lijm voor gebruiken. Alleen gebruik ik zelf het liefst altijd zeppencap. Omdat het net zo sterk is als een gewone secondenlijm. Alleen heb je iets langer de tijd om het te bewerken. Is toch altijd wel makkelijk. Als je een beetje veel hebt, smeer je hem even mooi uit over de steel heen. Zo. Wat ik nu ga doen is pak ik een heel klein beetje angel hair. Nou, dat is oftewel een hele fijne flash. Nou, dat willen we ook een klein subtiel glittertje inbrengen in deze streamer. Dus dat gaan we aan de achterkant en aan de voorkant doen. Pak even een paar stengeltjes. Het zal nog niet heel lang te zijn. Leggen we even hem zo op de streamer. Even aan de onderkant. Doen we dit ook aan de andere kant. Ook even een klein beetje. Het is net even een highlight van die vis. Wat hij van ver af zal zien. Klein glittertje. We willen dit patroon wel een beetje natuurlijk houden. Dus we verwerken niet te veel flesje in. Want dat kan ze nog wel eens afschrikken.
zijn de wateren waar ze echt heel spooky zijn, de vissen. Ja, laat de fles dan weg, want dan is het vaak even net te veel. We gaan dit weer een beetje naar achter brengen. En dan winden we het in. Je ziet nu dat die fles mooi onder de zonker zit. En dat is een beetje waar ik hem wil hebben in dit geval. Dan zal die net bij het opstrippen, zal die fles even zichtbaar worden. Mooi zal reflecteren in het zonlicht. Zo. Nou, ik kleef hem een beetje bij. Als het niet te lang is. Nou. Gaan we nu de body maken. Dat doen we ook met behulp van de zonker. Nou, voordat je de zonker gaat inbinden, strippen even mooi wat haren weg. Een mooi stukje. Een strip lood krijgt liggen. Nou, vind ik het zelf makkelijk om even een puntje erin te knippen. Ik heb een mooi fijn puntje zo. Nou, dan kan ik veel makkelijker inbinden. Dat doen we ook weer even. Anders erboven. Dan vast. Even goed vastdraaien zo. Gaan we het winddraad mooi naar voren brengen. We brengen hem tot aan de knik, zeg maar. Nou, gaan we nu de zonker naar voren hekkelen. Belangrijk daarbij is dat je hem bij elke slag even goed naar achter trekt. Zo, ga je zien dat hij mooi volume krijgt. Mooi naar achter. Breng hem langzaamaan helemaal naar voren. Dit is dus een patroon wat een grondeltje nabootst. Nou, die komen op heel veel rivieren voor, vooral op stromend water. Nou, en heel veel vissoorten zijn er gek op, bijvoorbeeld de forel, maar ook de baars en andere rovertjes. Ik breng hem iets verder door tot aan de knik zo. Dan gaan we hem nu afbinden, wat dan makkelijk is om eventjes. Je kan ook altijd even je vinger een beetje nat maken. Dan kun je het overtollige materiaal blootleggen. Dan kan je hem makkelijker afbinden. Zo. Even goed af. Knip het materiaal af. Nou, dan gaan we hem even goed helemaal bedekken met winddraad. Body van zonker zo. Iets weer naar terug brengen. Je ziet hier al mooi volume. Dan zal hij mooi gaan pulseren in het water. Dat is wat we willen. Dan gaan we nu nog een klein beetje flesje aan de voorkant. Een klein beetje angelair. Met een kleine highlight. Overal een beetje wat zit. Maar in dit geval vooral aan de bovenkant. De onderkant hebben we achteral ingebonden. Ja. Nou, dan gaan we nu eventjes de borstvinnetjes maken. Dat is echt wel typerend voor een grondeltje. Die twee borstvinnetjes aan de zijkant van zijn kop. Dat doen we in dit geval door middel van een partridge veertje. Een mooie veer om ervoor te gebruiken. Voordat je de veer inbindt, is het makkelijkste om hem even maat te maken. Strip al het pluizige materiaal weg. Kijk even hoe we dat hebben. Ja, is mooi. Dan pakken we de volgende veer. Houden we er even naast. En dan kunnen we dezelfde hoeveelheid eraf strippen. Ja, ziet, nu hebben we mooi twee veren.
kunnen de veer op twee manieren inbinden. We kunnen hem gewoon zo inbinden, dan zal hij mooi naar achter staan. Wat ik zelf eigenlijk altijd mooi vind om te doen, is om hem net andersom in te binden. Daardoor zal hij net wat tegen het water in gaan staan. Dat zou ik graag willen. Dus leg hem erop. En dan maak je rustig gewoon met je windraad even. Slag eroverheen. Even een paar losse wikkelingen. Zit hij goed vast. Dan moet het aan de andere kant ook. Ook hier weer even eerst. Een paar losse wikkelingetjes maken. Dan kunnen we mooi nog positioneren. Ik ga nu even de steeltjes af. Zorg ervoor dat je, als je dit doet, een goed scherp schaartje hebt. Dat zal je in één keer wegknippen. Als het gewoon een beetje bot is, dan zal je merken dat je de veertjes wegdrukt. En dat zou zonde zijn. Nou, doen we nu even een klein beetje lijm erop. Even de stammetjes. Dan zullen ze niet verplaatsen als we zometeen winddraad eroverheen gaan leggen. Dan gaan we nu rustig aan. Dekken helemaal met winddraad. Deze een beetje naar achter. Dan gaan we zometeen de helmet bevestigen. Dus daarom wil ik hier best wel even nog wat dikker stukje hebben. Dus je mag even goed binden. Goed bedekken met winddraad. Dan kan je zometeen je helmet goed op vastlijmen. Nou, gaan we hem even whipfinishen. Even die finisher erbij pakken. Klip hem af. Zo. Nou, pakken we nu Sculpin helmet. In dit geval gebruik ik een bruine. Past mooi bij de rest van het patroon. We moeten het eerst even passen. Dus we schuiven hem over de haak heen. En dan schuif hem vast een beetje naar achter. Kijken of hij goed zit. Ja. Zo. Nou. Pak je nu eventjes de lijm. Zorg dat je kopje zo meteen goed vast zit. Bedekken het goed met lijm bedekken. En dan duwen we nu het kopje eroverheen. Duwen we even goed naar achter. Zo. Zet het kopje goed vast. Nou, dan hoeven we nu nog één ding te doen en dat is de oogjes. Nou, wat ik zelf graag gebruik voor de ogen is een beetje ambulance UV, terwijl een hele felle UV. In dit geval een chartreuse. Knalt er net even mooi uit. Nou, laten we het patroontje net even wat meer opvallen. Nou, gewoon heel rustig. Even een druppeltje UV. Er wordt bij deze Sculpin heads krijg je altijd oogjes erbij, worden erbij geleverd. Dat zal ook bij onze set zitten. Alleen ik zelf gebruik altijd graag een beetje ambulance UV. Knalt er echt mooi uit, omdat we vissen hem vaak diep. Ook op donker water af en toe, dan heb je toch net even een highlight wat er mooi uitspringt. Even je naast erbij. Even mooi. Rustig. Even je lamp erbij. Nou, je ziet al, zodra UV-licht dit lampje raakt, ligt hij heel mooi op. Dus dat zal hij ook doen met zonlicht. We moeten het ook aan de andere kant doen.
Zo. Nou, dat is hem dan. Onze sculpting streamer. Ik wens jullie heel veel plezier met het binden van dit patroon en met het vissen ervan.